Hoi, ik ga je laten zien hoe jij als leraar van de cursus Dutch by Kids, hoe je mij kan helpen. Ik zal je laten zien hoe je de website vindt. Ja, die staat gewoon hier. Hoe je Discord start, die heb je vaak al, man, staat die hier. Hoe je een vriendschapsverzoekje naar mij stuurt, naar Richel. Dan ga je naar de server van de jonge onderzoekers en dan laat ik je zien hoe een les ongeveer gaat, oké? Eerst de website vinden, nou die staat hier. Die doe je in Firefox of Internet Explorer en je bent er. Het is gewoon van de jonge onderzoekers. Heet Dutch by Kids, want de studenten kunnen nog geen Nederlands. Nou ja, je kunt op twee plekken klikken. Nou, je hebt Nederlands, dus je klikt hier. Wij geven dus les. En, nou, op deze pagina staat een beetje hoe dat gaat. Dus wat de cursus is, hoe je kan helpen, hoe een les gaat. En wat vragen die je misschien hebt. Okay? Het eerste, het belangrijkste is natuurlijk inloggen op Discord. Nou, dat gaan we dus nu doen. Dus dit hebben we gevonden. Volgende, we gaan Discord starten. Nou, die kun je installeren op de URL die ik je net liet zien. Dat ziet er zo uit. Je kunt de website gebruiken of gewoon het programma. Ik gebruik zelf het programma. Nou, dan gaan we eens even kijken op Discord hoe dat eruit ziet. Dus bij mij ziet Discord er zo uit. Hier aan de linkerkant, dat zijn je servers. Nou, dit is je homepage. En hier kun je je vrienden vinden. Maar voor Trust and Formal is een server. En die onderzoekers is een server. Maar hier kun je in het begin nog niet in. Want ik moet jou uitnodigen. Wat je doet, je stuurt een vriendschapsverzoek naar mij. En je gaat naar je home, je vrienden, add friend. En daarin typ je mij in, Richard Bilderbeek, hashtag 9002. En je stuurt mij een vriendschapsverzoek. Nou, bij jou werkt dat wel, bij mij niet, want ik kan mezelf geen vriendschapsverzoek sturen. En dan kom ik jou hier al tegen, dan krijgen we een praatje. En dan kunnen we hier even heen en weer wat praten. Maar dan nodig ik je uit voor de server van de jonge onderzoekers. En op de server heb je kanalen. Hier zie je tekstkanalen, hier zie je praatkanalen. En hier kun je zien wie er allemaal is. Eerst kom je binnen bij de grote tafel. En daar ben ik. En de leerlingen komen daar. En als je daar bent, dan ga ik jou verdelen met iemand die geen Nederlands kan of niet goed Nederlands kan of Nederlands wil oefenen. Dan zeg ik bijvoorbeeld, nou ja, weet je wat? Ga jij maar naar tafel 1. Dan ga jij naar tafel 1 met jouw leerling. En je kunt ook chatten in het tekstkanaal tafel 1 met de leerling. Zit je op tafel 2? Nou, dan pak je ook het tekstkanaal van tafel 2. Dus je kunt zowel praten oefenen met je leerling als schrijven oefenen met je leerling. Nou, de les. Jullie zijn vrijwilligers, dus jullie komen wat eerder. Jullie komen ongeveer om 5:15 komen jullie binnen. Om 6 uur komen de leerlingen rustig binnen. Om 5:15 begint de les. Om 7 uur is pauze. En daarom moeten we nog even verzinnen wat voor gaaf ze gaan doen. Om 6:15 gaat de les weer verder. Om 8 uur is de les klaar. Het kan natuurlijk zijn dat leerlingen langer willen blijven. Nou, dat kan als jij dat ook goed vindt. Dat zien we dan alweer aan de grote tafel. Hieronder staan nog wat vragen die je misschien moet hebben. Het belangrijkste is, jij mag lesgeven zoals jij wilt. Dus de leraar of jouw leerling, een volwassene, die zal een beetje aan moeten geven. Die zal moeten vertellen wat hij wil leren. Misschien wil hij praten, misschien wil hij alleen maar chatten in een tekstkanaal. Dat kan. Maar je kunt ook zeggen, ja, we gaan moppen tappen, we gaan liedjes zingen of we gaan songteksten vertalen. Dat mag jij ook bepalen. Je komt er samen wel uit. Nou, mocht dat niet zo zijn, dan stuur me even een berichtje en dan nodig ik jullie uit aan de grote tafel en dan komen we er wel uit. Nou, ik hoop dat je wel op tijd bent, want de volwassenen die wachten anders. Natuurlijk, als je ineens weg moet, is niet erg. Neem je leerlingen mee naar de grote tafel en dan komen we daar wel uit. Als je eerder weg moet, kan ook. Ik hoop natuurlijk wel dat je bereikbaar blijft. Heb je vragen, kun je mij natuurlijk een PM sturen. Of dus via Discord een berichtje. Anders stuur je een mailtje naar richel@richelbilderbeek.nl. Er zijn op Discord ook genoeg kids die je ook al kunnen helpen, die eigenlijk altijd er wel zijn. Dus ik denk dat dat wel gelukt. Het belangrijkste is dat we met onze leerlingen, de volwassenen, leuke dingen doen. En dat ze ook beter worden in Nederland. Maar ik denk dat we daar wel uit gaan komen.
Oké. Dan wens ik je een hele fijne dag. En dan hoop ik je te zien op een woensdag tussen 6, nee, 6:15 en 8:00. Oké, houdoe!